Herman Hermes bij BVN Herkenstein. Ik heb hier met mij Henny uit Nederland. Hi. Hi Henny. Ja, we gaan jullie vandaag laten zien hoe we gaan wassen voor bij Henny. Ja? Als je ziet, we hebben het haar lekker gewassen. We hebben een klein beetje moes erin gedaan. Een beetje spray in de aanzet voor Veluma. En nu ga ik je laten zien. Henny wil heel graag dat het haar die kan dragen. En dit naar boven. Dus we gaan hier beginnen met watergolven. Dus we gaan eventjes plakrollen gebruiken. Zie je? Dus even erin. Kam je de punten heel goed. En draaien. Zie je? Watergolven. Om eigenlijk een beetje veluma te maken. Deze gaan we een beetje naar boven draaien. Dus een klein beetje haar naar boven. Watergolven die kant. Kam je de punten draaien. Hoe meer rollers inzet, hoe beter voor het haar. Dus hoe meer veluma je krijgt. Dus gaan we die kant even naar beneden draaien. Heel mooi, leuk kapsel. Zeker hier in Spanje, het is heel warm weer. Dus met watergolven blijft het haar perfect zitten en heel mooi. Dus eventjes kammen de punten. En hier. Deze draaien we een beetje naar boven. We willen graag de bloemen meer naar boven. Dus even het haar kammen de punten en die kant op, zo, en draaien. Heel leuk. Mooie haar, gewoon kammen de punten. Zorg wel dat de punten goed gekamd zijn. Zie je? En naar beneden. Hoe meer rollen je doet, hoe beter voor de veluma. Dus je maakt meer veluma in het haar. Dus je ziet wel dat ik hierboven ietsje grovere rollen neem. Om veluma omhoog. Zie je, nou gaan we die kant. Zie je, heel leuk en heel mooi. Ja. Deze gaan we naar boven draaien. Dus zorg wel dat je heel kleine passées neemt van het haar. Niet die dikkere passées. Ja. Gaan we die kant. Naar boven. Hier. Ja. Dus we gaan verder met even rollers draaien. Een beetje grotere rollers hier. Hoe meer rollen, hoe meer veluma in het haar. Dus zorg wel dat je heel veel rollen inzet. Dan blijft hij langer zitten in het haar. Zie je? Het wordt plakroller genoemd omdat ze gelijk plakken op het haar. Zie je? Gaan we die andere kant op. Zie je, deze naar beneden. Zie je dat het deze kant wel, omdat het haar ook ietsje korter is, doen we kleinere rollers. Dan blijft die langere en steviger het haar. Dit blijft hele week perfect, die haar goed zitten met de rollen. Als je het feunt, blijft die niet zo lang zitten. Dus wij kiezen eigenlijk meer voor rollers in het haar. Zeker hier in Spanje, door de warmte verlies je heel snel
de Peluma. En deze helemaal draaien naar beneden. Zie je? Je ziet wel dat ik deze naar beneden draai en die andere kant is altijd midden, tussen die twee rollen altijd één rollen in midden. Zo. Mooi. Dan zie je die scheiding van de rollen niet. Zo. En als ik klaar ben met al de rollen, dan ga ik controleren hier en daar of er is eentje hier en daar los of zo. Je ziet wel dat het perfect is. Wat we gaan doen nou, we gaan nou een klein beetje haarlak in doen. Klein beetje haarlak. En nou gaan wij Henny onder de droger zetten voor een half uurtje. Daarna komen we terug bij jullie. Ja? Oké. Dit was ik, Amal Hilmers van VN Hair Design. Ik had hier Henny Design uit Nederland. Wij komen straks terug bij jullie, ja? Dag! Hi, ik ben Amal Hermes van Vivian Hair Design. Als je ziet heb ik hier net de rollers gezet bij Henny, overal rollers. En dit is de finishing touch van de rollers wat we gedaan hebben voor Henny. Dus we gaan nu een klein beetje haarlak in doen. En als je klaar bent met een klein beetje haarlak, we gaan haar onder de droogkap doen. Ja, en dat doen wij dan 30 minuten, ja? Oké, we gaan even Henny onder de droogkap zetten. Dus zorg wel dat ze alle haar onder zitten. Dus zo, ja. We gaan 30 minuten en dan komen wij straks terug bij jullie. Oké, ciao. Hi, ik ben Amal Hermes van Vivian Hair Design. Ik heb hier met mij Henny van Nederland. Als je ziet, wij hadden alle haar rollen gedaan. En Henny was net onder de droogkap, 30 minuten. Dus al de rollen zijn nu droog. Dus ik ga je laten zien wat we gaan doen met de rollen. Dus we gaan de rollen allemaal eruit halen. Ja, dus we gaan beginnen van hier onderin. Als je ziet is het heel mooi goed met velume. Leuke velume, dus eventjes eruit halen. Ja, het is heel leuk. En halen we al de rollers uit. En je ziet heel mooi, zit gelijk goed. Leuke velume in het haar, ja. En normaal Henny doet altijd het haar tegen een beetje, omdat dat zij heel erg fijn haar heeft. Dan blijft hij langer zitten hele week, dus we gaan straks laten zien hoe we dat doen. Ja, dus haal je even de rollers, heel makkelijk. Het is helemaal droog en je ziet allemaal mooie velume erin in het haar. Gezellig kapsel, maar Henny? Jazeker. Ja, dus hier. Dit is het haar, dus wat gaan we doen? Wij gaan nou pakken we deze kammetje en deze borst om te borstelen het haar. Dus ga je beginnen van onderaan. Dus borstel, kam je het haar, automatisch ga je borstelen de kant. Kam aan borstelen, kam aan borstelen. Dus kam je het haar en borstelen, kam aan borstelen. Dus gaan we dat doen en als we klaar zijn, zie je. Gaat automatisch lekker met die handen komen aan borstelen. En die kan hetzelfde. Dus kan je borstelen, kan je en borstelen. Ja, dus. Dus als je klaar bent met alles, wat ga je doen? Ga je die tegenover doen. Ga je die tegenover line komen aan borstelen. Dus. Als je ziet heb je heel veel mooie, leuke velumen. Ze gaan nu terug. Dus eerst naar beneden borstelen, daarna naar boven, nou weer terug. En daarna ga ik jullie laten zien hoe ga je het haar tegenkomen. Ja? Kijk eens, dit is het resultaat worden van de watergolven. Zie je, heel mooi. Ja? We gaan nu even laten zien.
tegenkammen. Voor het tegenkammen heb je deze kammetje nodig. En eens clipjes. Dus ga je even hier doen. En deze ook hetzelfde. Ja, dus pak je haar en een klein beetje tegenkammen naar beneden. Zie je, pak je het haar, tegenkammen. Dus een klein beetje. Pak je het haar en tegenkammen. Tussendoor kan je een klein beetje haarlak in doen. Zie je, en dan ga je verder naar de tweede lijn. Dus pak je het haar, tegenkammen. Pak je het haar tegenkammen en zo ga je verder met het hele haar. Heel leuk kapsel, heel makkelijk, blijft heel goed zitten. En zeker als het zo warme land is, hier is het echt heel erg warm in Spanje. Dus je verliest die bloemen heel snel. Pakken we de gedeelte haar en zo gaan we verder met tegenkammen, Henny. Ja, zeker. Ja, vanavond gaat Henny naar een feestje, dus moeten we ook perfect zit het haar en zie je, zo leuk, gezellig kapsel. Ja, dus mooi, leuk. Zie je, dan zie je dat het effect dat een beetje van boven toe meer bloemen komt. Wij hebben de bovenlaag een beetje dikkere rollers gedaan voor meer beweging. Henny houdt van een kapsel met wel een beetje beweging erin. Dus borstel je, daarna tegen kan je het haar, zie je. Dus om meer volume te maken hier, je kan ook op die manier tegen kan het haar. En als je klaar bent, doe een klein beetje haarlak onderin. Dat is vooral in de kraal. Daarna kan je het haar die kant. Dan zie ik effect van meer beweging, voller haar. Ja, dus we gaan naar de zijkant. Zie je, hetzelfde hier hebben we de rol naar achteren gedraaid. Dus we gaan weer naar boven. Dus hier. Borstelen. Dus daarna tegenkomen. Zie je, een klein beetje haarlak. En terug. Bewegen en volume in het haar. Hier zijkanten. Naar boven gedraaid rollen. Klein beetje. En heel mooi en heel makkelijk. Zie. Dus dit gaat meer naar boven toe. Ja? Nou gaan we naar de andere kant. Hetzelfde. Dus ja. Een klein beetje naar boven. Klein beetje lak erin. Hetzelfde. Hier hetzelfde. Heel klein plukjes. Hoe minder plukjes je neemt, hoe langer het haar mooi blijft. Dus een klein beetje tegenkomen. Hier. We hebben de rollers naar boven gedraaid. Ja. Henny houdt van verandering, dus elke week doen we het haar anders. Nou hebben we voor deze gekozen, voor vandaag. Dus gaan ietsje naar beneden. Ja, nou gaan we hier. Dit is het belangrijkste gedeelte van het haar. Dus hoe meer volume, hoe beter. Zie je? Klein beetje halen. En dan naar achteren. Zie je? Heel mooi, makkelijk kapsel. Ja. En hier is heel belangrijk. Ga je laten zien, hier is heel belangrijk. Ja. Dus hier willen we een beetje haar naar voren doen. Dus je draait naar boven. Heel klein beetje haar laat. En die draaien we eigenlijk hier. Zie je? Heel mooi en leuk. Ja, zie je? Dan gaan we de laatste gedeelte doen. Sluiten we aan elkaar. Dus gaan we eventjes zo doen. Heel klein beetje. En draaien gaat mee met die andere kant naar
de achteren, zie je? Sluit je hem zo. Deze gedeelte. Een soort lokje voor Henny vandaag. Hele mooie, leuke lokje. Echt leuk, gezellig kapsel. Moet je draaien zo. Kleine, ja. Dus om dit mooier te maken, zie je? Helemaal leuk gezellig. Klein beetje haarlok. Ja, dus dag Henny. Perfect. Ja, dankjewel Henny. Het is heel mooi geworden. Dus vanavond kan Henny genieten in haar feestje. Ja. Ja, dus hier heb je klein witte gedeelte. Ja, dus het is een heel mooi, makkelijke kapsel. Als je ziet, dit is het resultaat geworden van Henny. Ziet klein, makkelijk kapsel. Heel mooi. En blijft de hele week perfect zitten. Dus Henny is klaar voor haar feestje. Ik ga je laten zien. Kijk, dit is Henny. Ik ga draaien en draaien, Henny. Ja, dus dit is het resultaat geworden van Henny. Dus gaan we even draaien. Ja, Henny? Ben je blij? Beste, ik ben hartstikke blij. Wil je wat zeggen tegen iedereen daar in de buurt? Ja, ja, er is er maar één en dat is een man. Dankjewel, Henny. Oké, bedankt voor het kijken. Dit was allemaal voor Baby Hair Design in Spain en te kijken hier Henny met mij uit Nederland. Bedankt voor het kijken en ciao.